kijken naar video nummer 99 van de Albelly Club fotoboek tutorials. Op het moment dat ik deze video opneem is het 27 december, dus de dag na tweede kerstdag. En ik vond dat het nog best kon om nog één keer een video in kerstthema op te nemen. En dat is deze geworden. Ik ga dit keer maar één pagina met jullie maken. Beetje een korte video, want we zijn allemaal vast nog heel moe van de afgelopen kerstdagen. Ik denk dat ik jullie hier al aardig mee bezig kan houden, want het is geen moeilijke, maar wel een beetje een bewerkelijke pagina. Dus daar gaan we zo lekker mee aan de slag. Voordat ik ga beginnen met het maken van deze pagina, gaan we eerst weer even snel door mijn scherm heen. Jullie zien hier het Albelly fotoboekprogramma voor Windows. Ik heb een Windows computer, dus ik heb op de website van Albelly het fotoboekprogramma voor Windows gedownload. Als je met een Mac werkt, dan download je natuurlijk het fotoboekprogramma voor de Mac. Mijn fotoboek is vierkant XL, de pagina's zijn 30 bij 30 centimeter. En ik heb ook gekozen voor een platliggend premium fotoboek. En dat wil zeggen dat de pagina's in het midden helemaal openvallen en je dus mooi ook over het midden van het boek zou kunnen werken, als je dat zou willen. Rechts naast het Albelly fotoboekprogramma zien jullie hier mijn Windows verkennerscherm. Staat los naast het Albelly fotoboekprogramma en ik kan vanuit hier ook mooi foto's en andere afbeeldingen op de pagina slepen. Let op, wil je gebruik maken van schablonen, externe schablonen dus buiten het programma, of schablonen binnen het programma uiteraard ook, dan moet dat altijd via deze kant, via deze kolom. Je kunt vanaf hier, vanuit je verkennerscherm, alleen elementen op de pagina slepen. Je kunt er verder niets mee doen qua bewerking of schablonen toepassen. Dat moet allemaal altijd in het Albelly fotoprogramma gebeuren. En hier rechtsboven zien jullie een screenshot van de pagina die ik met jullie ga maken. En laten we daar meteen maar mee gaan beginnen. Ik heb een mooie, verse nieuwe pagina voor jullie. Nou, zoals jullie hier kunnen zien, heb ik de pagina eigenlijk opgebouwd met een basis van 4 blokken opzij en 3 blokken naar beneden. Ja, dat zijn een soort rechthoeken. Stel dat je een staand boek hebt, dan kan het misschien met 3x3 of misschien wel 3x4. En liggend kun je dan misschien weer 5 opzij en 3 naar beneden. Dat is even een kwestie van uitproberen en hoe groot je ook die vakken wilt hebben. Nou, als ik naar de indelingen ga van Albelly, kijk ik even naar 5 of meer foto's. Nou, dan zou je kunnen kijken of er al iets bij zit waar je een basis mee kunt maken. Als ik kijk naar bijvoorbeeld iets met 4 vakjes opzij zou kunnen, of iets met 3 vakjes naar beneden en die kun je dan gaan aanpassen. Nou, stel dat ik deze even pak. Nou, dan ga ik er een paar weghalen. Zo. Dan ga ik deze selecteren en die wil ik wat smaller hebben, want dan moeten er natuurlijk uiteindelijk 4 naast elkaar komen te staan. En ze mogen natuurlijk ook iets langer. Shift ingedrukt, dan heb ik iets meer controle over mijn muis en hoe groot de stappen die maakt. Even kijken. Nou, je zult wel snel merken, je zit met die magnetische rand aan de zijkant, aan de bovenkant en hier weer aan de onderkant en straks ook weer in het midden. Die gaat je afbeeldingen een beetje naar zich toe trekken. Dus je moet gewoon hier en daar een klein beetje smokkelen. Ik heb dat in het midden gedaan en dan ga ik ze er gewoon een beetje bij trekken hier en daar, dan zijn ze niet meer exact even groot. Maar wat je eigenlijk vooral wilt, is dat er een klein beetje overlap is. Ik ga even inzoomen. Dan zie je hier een donker randje en daar zie je waar de overlap precies zit. Want doe je dat niet, dan heb je namelijk weer kans dat je een wit randje tussen de verschillende elementen houdt. En dat wil je natuurlijk ook niet. Ik denk dat ze zo aardig zijn. Ik ga deze eens even pakken, Ctrl-C. Ctrl-V en dan ga ik kijken in hoeverre ik er 4 naast elkaar kan krijgen. Nou, dat lukt me dus nog niet. Dus ik heb nu wel de hoogte goed, maar nu wil ik nog de breedte goed hebben. Ik ga deze weer allemaal selecteren en die ga ik aan de zijkant smaller maken. En dan ga ik eens even kijken hoe ver ik kom. Nou, zoals ik al zei, ik wil een klein beetje overlap hebben om die witte randjes te voorkomen. Deze ook nog eentje erbij. Nou, ik denk dat ik zo aardige vakjes heb. Nu ga ik deze
en deze. En deze selecteren. Nou, deze twee zijn groter. Dit is de kleinste. Dan ga ik hier naar afmetingen. Naar kleinste. En nu zijn ze allemaal wat kleiner geworden. Als ik nu kijk, dan zie ik dat hier de overlap nog wel heel groot is. Nou, volgens mij ziet dat er zo wel goed uit. Ik ga deze kopiëren. Ctrl-C. Ctrl-V. En die mogen dan iets kleiner. Nou, die staan dan ook allemaal op hun plek. Eventjes hier nog selecteren. Uitlijnen, bovenkanten. Kijken, hebben we nog die overlap? Ja, die hebben we nog. En dan de laatste laag. Dat zijn deze. Ctrl-C, Ctrl-V. En nog één. En nog één. En ook van deze willen we allemaal weer dat ze even hoog staan. Bovenkanten uitlijnen. En bij deze, die staat al goed. Dan wil ik nog eventjes in deze ook kijken of ze uitgelijnd staan. Dat staat goed. En die ook. Die niet. Gaan we de linkerkanten uitlijnen. Let op. Zo, staan die ook weer recht. En die staan al goed. Nou, dan kies ik ervoor. Deze zijn trouwens ook niet allemaal even groot. En nu wel. Nou, dan gaan we deze allemaal een positie naar achter zetten. En dan denk ik dat we een heel eind zijn. Nou, wat ik nu ga doen, is ik ga op deze pagina staan en ik kies indeling spiegelen. Ik zal even iets uitzoomen. Indeling spiegelen. Nou, nu staan ze ook aan de andere kant. Ongeveer goed. En dan kunnen we nu gaan beginnen met het slepen van alle verschillende achtergrondpapers in de vakjes. Je ziet hier weer een rare kleur. Rechtermuisknop, foto optimaliseren, uitzetten. Dan krijg je het krijtbord weer te zien. Hier ook weer. Even kijken. Die heb ik gevuld. Maar dan zijn er ook nog een aantal vakjes, zoals deze en deze. Daar heb ik iets speciaals mee gedaan, deze ook. Dat ga ik jullie laten zien. Ik heb een aantal schablonen gemaakt. En die staan in dit mapje. En dat zijn schablonen, die zijn precies op de maat gemaakt van zo'n vakje. En daarmee kun je dus een verdeling maken. Zoals je hier ook ziet, hier heb ik de cirkel gebruikt. Ik heb hier die met die schuine lijn gebruikt. Dat is deze. Hier heb ik die met de kerstboomafbeelding gebruikt. Dus wat je ziet hier is eigenlijk dat er twee afbeeldingen bovenop elkaar staan. Die mag uit. Dus ik ga dat even laten zien. Deze bijvoorbeeld ga ik kopiëren. Ctrl-C, Ctrl-V. Dan heb ik in ieder geval een vakje wat even groot is. Daar ga ik even een foto inslepen. En dat was in dit geval deze. Dan pak ik dit schabloon. Deze is nog geselecteerd en ik kies foto als omgekeerd schabloon toepassen. En dan krijg je hetzelfde effect als daar. Nou, dat ga ik ook met dit vakje doen. Eerst deze. Ga ik iets inzoomen, want dan zie je iets beter dat er kersttekst in staat. Die ga ik kopiëren voor de maat. Ctrl-C, Ctrl-V. Zorg je dat die er netjes bovenop staat. Dan ga ik naar het andere kleurtje, dat is deze. Het krijtmotief of krijtbord print. Die schuif ik erin. Wel weer even het optimaliseren uitzetten. En die krijgt dan weer dit schuine vlak als omgekeerd schabloon. Dus hij staat nog geselecteerd. Rechtermuisknop, foto als omgekeerd schabloon. Dan hebben we ook die. Nou, daarnaast heb ik weer zo'n vakje. De basis is de rode kleur.
Dat is deze. Rechtermuisknop optimaliseren uit. En daarbovenop, ik ga hem kopiëren voor de maat. Ctrl-C, Ctrl-V, daar is die. Wel weer even netjes zetten. Daarbovenop heb ik dit printje gebruikt. Ga ik weer terug naar de schablonen die ik heb gemaakt. Deze pak ik, terwijl deze nog geselecteerd staat, foto, als omgekeerd schabloon. Nou, zo zie je dat het langzaam vorm begint te krijgen. Hier heb ik ook een printje ingezet. Er komt wel een foto bovenop, maar je ziet er nog een randje onderuit komen van die kerstboompjes. Even kijken, hier zie je helemaal niks van, want dat is alleen een foto met een lijstje. Dit is een foto met wel deze als achtergrondje. Dan hebben we hier diezelfde. Eigenlijk helemaal niet zo moeilijk, deze video. Maar zoals ik al zei, dat kunnen we wel gebruiken. Hier gaan we het weer hetzelfde doen. Deze met de streepjes als basis. Nou, die kopieer ik voor de maat. Ctrl-C, Ctrl-V. Daar schuif ik de rode in. Ook weer even optimaliseren uitzetten. Ga ik weer naar mijn schablonenmapje. En dan pakken we deze. Hij staat nog geselecteerd op de pagina, foto als omgekeerd schabloon. Dan deze, die maken we ook groen. Maar daar heb ik weer andere schablonen voor gemaakt. Even kijken. Nee, laat ik deze even doen. Ik klik hem aan, ik schuif deze erin. Ik zet het optimaliseren natuurlijk uit. Ga ik weer even kijken naar mijn Dropbox map. Die ik natuurlijk met jullie ga delen straks. En dan zien jullie hier een aantal wordarts die ik heb gemaakt. Nou, hier zien jullie de ho ho ho, dat is deze. Dus ik ga die met de rechtermuisknop, terwijl deze geselecteerd staat, foto als omgekeerd schabloon. En daar staat hij al. Deze, daar heb ik ook eerst een pepertje ingeschoven weer. Even kijken, achtergrondpepers. Nou, ik denk dat dat ook deze was. Die laat ik zo. En daarop heb ik ook weer iets geplaatst en dat is deze en die voeg ik gewoon in als nieuw object. Die maak ik wat kleiner, die is verder transparant en die kun je gewoon naar wens in dit vakje zetten, of er bovenop moet ik eigenlijk zeggen. Dan is die ook alweer klaar. Wat hebben we nog meer wat ik als voorwerp kan doen? Hier zie ik nog het krijtbord. In dit vakje optimaliseren, uitzetten. En dan gaan we nu eigenlijk alleen nog alle vakjes verder opvullen. Want in principe staat nu overal wat in. Deze krijgt een foto en dat is deze. En daar heb ik eigenlijk alleen een lijstje op gezet. Heb ik van extern ergens gevonden en gedownload. Dat is dit lijstje. Rechtermuisknop foto als nieuw object. Dan klik ik wel eventjes uitrekken toestaan. Dan maken we hem iets kleiner. En dan schuif ik hem boven die foto. En je kunt hem dan zo groot maken als je zelf wil, dat hij maar net wel die foto helemaal bedekt. En dan steekt hij verder wat over rondom, maar dat is niet erg. En dan gaan we verder met het vullen van alle andere elementen. Deze, die komt bijvoorbeeld hier een heel stukje kleiner. En je kunt het natuurlijk helemaal naar wens opvullen, maar ik heb gewoon allerlei kerstelementen gebruikt, omdat ik er toch nog niet helemaal klaar mee was. Even kijken, deze foto als nieuw object. Hier krijgen we een foto van een meisje en hier een datzelfde meisje. Dus ik ga een nieuw fotokader maken en ik zorg dat die iets kleiner is. Zodat ik rondom nog een randje overhoud overal. Dat dan ook weer een beetje het effect geeft van een fotolijstje. Ietsje langer nog, zo. En dan zorgen dat die mooi in het midden staat. Nou, daar komen de foto's in. Ik ga even hier een mapje hoger naar mijn foto's. Dit lijstje ga ik vast kopiëren. Ctrl-C, Ctrl-V.
Want die komt ook hier te staan. Beetje schuiven. En die komt ook hier te staan. Zo. Wel even zorgen dat het witte lijstje als hoogste laag komt. Dan overlapt die een heel klein beetje. Hier komt nog een foto boven te staan. En ook dan weer het lijstje naar boven. Ik ga dat zo wel doen, want hier komt er ook nog één. En even kijken, hier komt er nog één te staan. Er moeten natuurlijk ook nog wel wat foto's in kwijt kunnen allemaal. Dit moet je zo eventjes zelf kijken in een voorbeeldweergave. Je ziet hier met die rand kunnen we niet te dicht naartoe. Maar we willen natuurlijk wel dat hij mooi in het midden staat. Dus dat gaan we zo allemaal even bekijken. Even kijken, foto, foto, foto. Hier komt geen foto. Hier komt wel een foto bovenop. Zo. En hier natuurlijk. En dan denk ik dat dat ze zijn. Ga ik eerst even alle foto's erin schuiven. Dan hebben we een beetje beeld hoe het gaat worden. Zo. En een hond. Nou, dat zijn alvast alle foto's voor zover ik kan zien. Gaan we verder met andere elementen die we nog op de pagina hebben staan. Deze bijvoorbeeld. Nou, dat is een hele lange en dat vond ik wel leuk. Die verbindt dan weer twee van die vakjes met elkaar. En die gaan we gelijk maar even afmaken met dat sterretje wat ik daarop heb geplaatst. Als deze foto als nieuw object. En die kan natuurlijk zo groot als je hem zelf wilt hebben. Dat is die. Even kijken. Hier heb ik een sterretje geplaatst. Dat is deze foto als nieuw object. En nog belangrijker, ik heb onder dit lijstje heb ik nog een rood takje uit laten komen. Even kijken waar die is. Dat is deze foto als nieuw object. Dan moeten we wel weer eventjes een klein beetje schuiven met de laagjes. Die komt aan deze kant eronder uit. Er zijn verder ook geen foto's, dus dan staat die niet echt in de weg. Die iets kleiner. Ga ik wel weer even de foto naar voren halen. Een positie naar voren. En dan het lijstje ook weer, positie naar voren. En dan staat dat allemaal weer op zijn plek. Even kijken, ik heb een cadeautje. Foto als nieuw object, een stukje kleiner. En het cadeautje kan hier. Ik ga alles weer met jullie delen. Dus alles wat jullie leuk vinden aan elementen, wat je zelf ook in een boek zou willen gebruiken, kun je straks gewoon downloaden met de linkjes. Even kijken, deze heb ik een kleurkader gegeven. Nou, die kun je prikken. Je kunt hem bijvoorbeeld pakken uit deze achtergrond met het kleurpipetje. Zo, en dan kun je kiezen voor 1. Ik denk dat ik hem op 2 heb gezet. En dan springt hij er ook mooi uit. Hiernaast heb ik een kersttakje geplaatst. Foto als nieuw object. We moeten nu even echt alle vakjes netjes gaan afwerken, zodat ik niks vergeet. Die zit een beetje zo in het midden en eroverheen heb ik dit kerstlintje geplakt. En die loopt dan echt van links naar rechts de pagina af. Ik moet alleen even zorgen dat je hier... Ik zal hem even inzoomen. Hier wel mooi echt op het randje komt. Dat ziet er wel goed uit zo. Even kijken, wat mis ik nog meer? De bovenste rij ziet er aardig uit. Op een aantal plekken heb ik nog wat stiksels gebruikt. Die heb ik voor jullie gemaakt. Nou, die ga ik even toevoegen. Er zijn allerlei soorten, dus ik ga er gewoon een paar pakken. Wellicht niet helemaal zoals ik het in mijn voorbeeld heb gedaan. Deze heeft bijvoorbeeld kruisjes. Nou, die kunnen we in de hoek weer kleiner maken. En dan klik ik wel even op uittrekken van afbeelding toestaan. Dan zorg ik dat ik precies overal over het randje van die foto kom.
Als het nou niet lukt, dan zoom je hem gewoon even in. En hou je shift ingedrukt. Dat gekraak hoor je, dat is mijn toetsenbord. En dan nog iets wijder. Shift erbij. Misschien nog een stapje opzij. Het is leuk als die net nog in de foto haakt en net erbuiten. Goed, die staat dan vast. Nou, je kunt dan dat naar wens overal gaan toepassen. Even kijken, wat nog meer. Deze heeft ook een frame eroverheen. Ik ga even het frame hier vandaan kopiëren. Ctrl-C, Ctrl-V. En die ga ik daar overheen zetten. Want als het goed is, zou dat dan redelijk moeten passen. Ik heb nu die met de kruisjes gebruikt. Maar ik heb ze natuurlijk ook met gewone stiksellijntjes. Zoals deze. Die moet je dan wel weer iets kleiner maken. In het donker, in het licht heb ik ze gemaakt. Met en zonder schaduw. Dus daar kun je dan een beetje uit kiezen. Die is donker. Nou, ik zet die witte er weer even op met de kruisjes. Wat hebben we nog meer? Deze foto, die heb ik inzoomen. Gewoon een wit kleurkader gegeven. Gaan we boven naar kleurkader. Wit. En dan laten we die ook op 2 staan. Dan is die ook klaar. Die geven we ook een kleurkader. Rood maar weer. Contrasteert wel mooi bij de achtergrond. Deze. Ik vind deze wel een beetje smal trouwens. Ik ga die gewoon iets breder trekken. Want hij valt toch van de pagina af. Dus dat maakt helemaal niet uit. Die ga ik kopiëren. Ctrl-C, Ctrl-V. Want die komt ook hieronder te staan. En dan niet te hoog. Want we willen niet te veel van de foto van het meisje wegnemen. Je kunt er nog voor kiezen om ook hier weer een kleurkader op te zetten. Wit zou ik dan kiezen. Toepassen. Dan is dat vakje ook klaar. Die en die en die zijn al klaar. Even kijken. Zij mag ook een kleurkader. Wit in dit geval. En zij ook. Dan ziet die er ook goed uit. Hier heb ik een clipart zelf gemaakt voor jullie. Kijken waar die is. Oh, die staat in de Dropbox. Foto als nieuw object. En die komt dan hier. En die mag best wat breder zijn dan het vakje. Daar heb ik trouwens ook nog weer dat rode takje gebruikt. Die ga ik even van hier kopiëren. Ctrl-C, Ctrl-V. En die komt dan onder de foto van het meisje uit, zo te zien. Dan moet de foto natuurlijk wel een positie naar voren. Rechtermuisknop, positie naar voren. Komt het takje eronder uit. En dan ja, kun je er zelf voor kiezen of je deze ook naar voren wil halen. Ik ga dat wel even doen. Rechtermuisknop, positie, naar voren. Zo, die mag nog wel iets groter. Doen we die ook iets groter. Dat ziet er goed uit. Even kijken, wat heb ik nu nog niet gehad? Hier heb ik ook nog een clipart geplaatst. En dat is deze. Dat is al ja, zo'n journal card op zich, maar die plaatsen wij gewoon weer iets kleiner in dit vakje. Zo. Dat ziet er ook goed uit. Even kijken, dat klopt, dat klopt. Hier heb ik een kerstboom ingeplaatst. Foto als nieuw object. Ja, je kunt alle kanten op natuurlijk met zoveel decoraties die er te vinden zijn overal. En dat allemaal gratis als je wilt. Het meeste komt weer van de website Pixel Scrapper, digitalscrapbook.com. Ga ik allemaal met jullie delen. Even kijken, als laatste heb ik hier nog een stukje tekst geplaatst en weer zo'n framepje. Nou, ik ga dat framepje even als eerste plaatsen. Misschien kunnen we nu even een andere kiezen. Die met de gewone stikseltjes. In de hoek maak ik hem weer kleiner en dan kijk ik of ik daarmee uitkom. En anders moet ik even uittrekken, toestaan kiezen. Nou, ik denk dat dit al prima zo is. Wat ik heb gedaan is weer dat rode lintje gebruikt. Ctrl-C, Ctrl-V om te kopiëren. Nou, die komt dan weer precies zo, dat die even groot is of even breed moet ik eigenlijk zeggen. Als het vakje, en dan heb ik de tekst er eigenlijk gewoon omheen getypt. Ik ga die heel eventjes
kopiëren van de andere bladzijde. Nou, hier staan we op het origineel. Ik zal even het slotje eraf halen. En dan zie je dat ik daar twee tekstvakjes voor heb gebruikt. En die ga ik nu even kopiëren. Ctrl-C. Ga ik weer terug naar de andere bladzijde. Ctrl-V. En dan staan ze hier. Ik zie er eigenlijk maar eentje. Ze staan op elkaar. Dat is het. Kijk. En die zet ik er dan onder. En dan kun je ze onderling nog een beetje uitlijnen en verdelen. Zodat je het mooi op zijn plek krijgt. Dat ziet er goed uit. Even kijken hoor. Nog een paar dingetjes die ik in de haast misschien vergeten ben. Deze heb ik nog geplaatst. Kerstig bloemetje. En die kan hier op het hoekje. Maakt het nog net iets feestelijker. Het is tenslotte toch nog een beetje kerst. 27 december vandaag. Dus nou, we noemen het derde kerstdag. Even kijken. Wat nog meer? Volgens mij zijn we nu heel eind. Hier zie ik ook nog die bloemetjes. Ik ga ze even kopiëren. Ctrl-C, Ctrl-V. Eentje hier op de hoek. En nog eentje hier op de hoek. Ik heb deze trouwens een rood kadertje gegeven. Kan ik nu ook wel doen. Uitzoomen weer. Oh ja, alleen de zwarte stikseltjes nog die ik hier en daar geplaatst heb. Dat is deze foto als een nieuw object. Nou, die kan echt wel een stukje kleiner. En die doe je dan gewoon op een aantal plekjes. Precies op de overgang van het ene vakje naar het andere vakje. Even kijken, ik heb hem hier staan. En ik heb er hier nog één staan. Misschien nog ietsje groter. Zo, Ctrl-C, Ctrl-V en dan mag die mee hierheen. Staat die ook goed? Even kijken, heb ik hem nog vaker gebruikt? Nee, dat was het denk ik. Nou, en volgens mij, als ik heel snel eventjes kijk, dan denk ik dat de pagina er grotendeels zo uitziet. Als in mijn voorbeeld. Dus zo zie je, ik heb hem nu natuurlijk helemaal in kerstthema gemaakt. Maar je kunt al die vakken, al die kleuren die ik nu heb gebruikt, kun je natuurlijk in allerlei kleuren, in allerlei thema's kun je dat toepassen. En je kunt zelf kiezen hoeveel tekst je wilt gebruiken. Je kunt zelf kiezen hoeveel foto's je wilt gebruiken. En als je die basis eenmaal hebt staan van die vakken, dan kun je eigenlijk alle kanten ermee op. En zo ook natuurlijk met die verschillende schablonen die dus je vakjes heel leuk in allerlei vormen kunnen verdelen. Als je die eenmaal hebt geplaatst, dan kun je er heel makkelijk weer een andere van maken. Ik heb hem ook zo gemaakt. En ik heb hem zo gemaakt. Dus je kunt daar eigenlijk mee spelen net zolang tot je tevreden bent. Ik laat hem weer even zo staan als het voorbeeld. En dan denk ik dat ik het zo vlak na de feestdagen hierbij ga laten. Ik hoop dat jullie er voor je eigen foto's ook mogelijkheden in zien. Ik zal nog eventjes als voorbeeld voor jullie in de Dropbox een andere pagina voegen. Helemaal in een ander thema. Dan hebben jullie wel hetzelfde idee, maar dan in een ander kleurenschema, een andere sfeer. Heel ander soort foto's. Zodat jullie een indruk krijgen hoe dat eruit komt te zien. Maar die ga ik niet helemaal maken, omdat ik denk dat het idee wel gewoon duidelijk is. De basis, zoals ik al zei, zijn eerst die vakken. Als je dat eenmaal op maat hebt, dan kun je gewoon via hier indeling spiegelen dat ook naar de andere kant overbrengen. Check ook altijd nog eventjes je voorbeeldweergave. Het is belangrijk dat die lijnen wel mooi recht doorlopen. Dus zorg wel dat je dat op orde hebt, dat je dus ook die overlap hebt. En dan moet het goed komen, denk ik. Zoals gezegd ga ik alles met jullie delen. Alle linkjes van de elementen die ik heb gedownload. Ook de linkjes naar de elementen die ik zelf heb gemaakt, zodat jullie die kunnen gebruiken. Mocht je met deze video aan de slag gaan, mocht je schablonen gaan gebruiken, of mocht je ideetjes ervan overnemen, of misschien wel zelf een hele leuke nieuwe ideeën ermee hebben, dan vind ik het natuurlijk heel erg leuk om te zien wat jij ervan hebt gemaakt. Dus deel dat vooral ook op de Albelli Club Facebookgroep. Ben je nog geen lid, dan wordt het natuurlijk de hoogste tijd dat je er ook bij komt. Het is gratis en je vindt er een enorme dosis aan inspiratie
Iedere dag worden er diverse berichten ingeplaatst. Mensen laten hun album zien. Je kunt er vragen stellen. Absolute aanrader. Als jij graag met je Albelli fotoboek aan de slag wilt en er iets mooiers van wilt maken dan je tot nu toe gelukt is. Vond je mijn video leuk? Laat dan alsjeblieft een duim of een reactie achter. Als je er een vraag over hebt, over deze of over een andere video, kun je natuurlijk ook altijd stellen. Ik kom dan zo snel mogelijk bij je terug met hopelijk een antwoord op je vraag. Wil je op de hoogte blijven van de nieuwe video's? Abonneer je dan op mijn kanaal en als je het belletje aanzet, dan krijg je ook nog eens een melding als er weer een nieuwe video online staat. Voor nu wil ik jullie allemaal alvast een heel mooi, gezond en creatief 2023 toewensen. Ik hoop jullie ook dan weer te zien bij mijn YouTube-video's. Voor nu bedank ik jullie weer voor het kijken en ik zie jullie heel graag over 2 weken weer terug met video 100 van de Albelli Club fotoboek tutorials. Tot dan en gelukkig nieuwjaar!